Wie heeft nu een drakenziel gecaptured? Dat is toch belachelijk? Wie doet dat nu? Elke oelowapper doet dat nou. Oeh, daar was het door even weg. Dat is niet goed, hè? Dat is niet goed, hè? Ah, kijk. Hier is die. Hallo. Natuurlijk kunnen zijn. What are you doing here? Where's your father? He doesn't know we're here. I don't have time to explain. I must have failed. Harkon's found a way to decipher the prophecy, hasn't he? Bye. You've got it all wrong. We're here to stop him, to make everything right. Who there? Wait a minute. You've brought a stranger here. Have you lost your mind? Have you lost your mind? You, come forward. Bye. I would speak with you. Okay. Hoe weet jij dat ik een vampire hunter ben, hè? Hé, hoe weet jij dat, hè? Oei. Nee. Wel, ik ben ook een heel nobele vent. Ja, maar ik ook natuurlijk. Ja, dat ja. Hier, kijk eens aan. Hoe kan dat nou? Ja. Ja. Oké. Tradition dictates the females be offered to Molag Bal on his summoning day. You survive the ordeal. Those that do emerge as a pure-blooded vampire. We call such confluences the Daughters of Cold Harbor. Cold Harbor. Dus... Now you're beginning to see why I wanted to protect Serana. And why I've kept the other Elder Scroll as far from her as possible. Oh. Dus die wil ter doden. Serana's blood was used to taint the weapon. The tyranny of the sun would be complete. In his eyes, she'd be dying for the good of all vampires. Maar dat mag niet gebeuren. De boog stelen. Ik heb je hulp nodig. Like Serana, I'm a pure-blooded vampire. My presence on Tamriel is as much of a danger as hers. Ja, en Serana's opinie? Jawel. Een beetje. Ja, als je zo begint te praten dan wel, hè. Zij gelooft mij. Ja. Ja, inderdaad. Nee, jij moet je ogen open doen. Dommerik. Dommerik. Ja, dommerik. Ja. Nooit.
gaat nooit gebeuren, denk ik hoor. Hoe dat hier gaat. Zo'n gestorte familie, die kan niet bij elkaar blijven. Nee, dat gaat niet, dat gaat niet. Ja. Oké, vergeven, vergeten, wat moeten we doen? Oké, geef het. Ik wil gewoon die Elder Scroll! Trut! Oh nee, heb je die? Zit gevangen. Wat moeten we doen? The barrier's energy is being drawn from unfortunate souls that have been exiled. Aww. Destroy the keepers that are tending them, and it should bring the barrier down. Okidokie. We zijn zo terug. There's a dragon that calls itself Durnavir roaming the cairn. Be wary. Durnavir. Oké. En hoe gebeurde dat? Ja, maar zoals die vent zei, dat was geen goed idee. Maar... The ideal masters unleashed their keepers and sent them to destroy me. Fortunately, I was able to hold them at bay and retreat into these ruins. Dus gezet. Yes. Since the keepers weren't able to claim my soul, they had their minions construct a barrier that I'd never be able to breach. Time has very little meaning to me. Consequently, it has little meaning to the ideal masters as well. Oh. I suppose you could call this the ultimate waiting game. Each watching the other to see which will give in. Dus wie zijn dat? Ik weet er ook niet van. They're mystic entities that lord over the soul cairn, controlling every aspect from its fabric to its appearance. Kunnen ze het niet wat mooier maken? Well, some necromancers believe they are the crystalline structures dotting the soul cairn. I believe there's more to it than that. Oeda. I think they transcend what we perceive as a physical form. Perhaps they were once corporeal beings, but they've obviously reached a point where they no longer require a tangible presence. Aha. En die kristallen? Through which the ideal masters speak to their underlings and feed on their victims. The ideal masters' weakness is their insatiable hunger for pure souls. It's the basis of the soul cairn's existence. And the only leverage a necromancer has when bargaining with them. The ability to summon powerful undead guardians, as one would conjure an Atronach or Daedra. Aha. However, the majority of necromancers that are foolish enough to enter into a bargain with the ideal masters wind up here as harvested souls. Ja, en kan ik nog veilig teruggaan? Let's just say, a tiny part of you rubbed off on it, and in its place, a bit of the soul cairn filled the void. Ooh, spannend. No difficulty using the portal any longer. Ah, dus ik kan hier gewoon terugkomen wanneer ik wil. Oké. And keep my daughter safe. Nope. Ja, oké, eerst deze kant. En snel een beetje. Brik. Ah. Kom. Het duurt altijd zo lang voordat die volgt, hè. Misschien of er geen speciale dingetjes zijn, hè. Oké, wacht. Dus daar is er eentje. Daar is er eentje. En daar is er eentje. Het moet kunnen dat hier ook iets is. We zullen onze wapentjes maar klaar houden, zeker. Hallo? Blijkbaar. Geen kisten hier.
niks hier. Blijkbaar. Ah ja, jawel. Aha. Oh, geweldig. Gelukkig duurt dat zo lang voordat die eruit komen, anders heb je die al direct gedood voordat die dan nog maar uitkomen eigenlijk. Oké, dus. Ah, daar is zo'n dingetje. Maar dat hebben we niet nodig, denk ik. Of zouden we misschien toch naar die kist gaan? Misschien dat er handige dingen zitten. Zullen we dat maar doen, zeker? En daar is zo'n toren. Waar is die kerel? Ah, daar. Aha. Slim van mij, hè. Hij wil goed van mij. Oké. Voet. Solhusk. Die Solhusks zijn wel super handig eigenlijk. Ah, kijk eens aan, kijk eens aan, kijk eens aan. Ja, wat is dit? The Book of Life and Service. Service. Oké. Oh, wacht, dus dit is zo'n grote toren. Hier zullen die wel zitten. Hebben we niks van andere dingen? We hebben tomaten. Potion. Oké. Maar die hebben niks. Allee, die poisons, die zullen daar niks tegen doen. Kunnen we niks? Nee, zeker? Ja. Oh, kak. Oh, oh. Ik zie ze niet. Oh. Dood. Dood. Iedereen dood. 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 Waar is die? Oh, daar. Dood jij. Oef. Ik was er bijna geweest. Oké. Okay. Oh, autosaving. Dat is geen slecht idee eigenlijk. Ja, want ze is eigenlijk wel dood, hé. Dus begrijpt wat ik bedoel. Oké. Okay. Nee. Items. Weet eens. Misschien is dat geen slecht idee. Nou, is wel. Of zie, kunnen we die al zien? Oh. Huh? Oh, oké. Okay. Ah nee, oké, dat zijn enemies nearby. Maar ik zie geen enemies. Ah ja, oké. Hola! Hola! Ah, Serana is hier. Perfect. Auw. Hola! Ik denk dat die eigenlijk wel heel veel... Hola, ja, dat is level up. Doen. Nee, nee, nee. Health doen we. Nog eens health. Oké, okay. Kunnen we toevallig iets met onze. Misschien met heavy armor? Nee, want het is light armor. Wacht. One-handed. Nee. Wat is dit? Nee, hebben we meer voor nodig. Nee, hebben we ook meer voor nodig. Nee. Wat is dit? Oké. Okay. Is goed. Kunnen we hier iets mee doen? Nee, want we hebben 50 voor nodig. En daarvoor hebben we level 100 nodig. Oké. Okay. Dood jij! Yay, gewonnen! Dus kom, allee, come on!
heb die er gewoon afgeduwd. Dat is toch belachelijk. Allee, geef me toe. Die is daar dus afgevallen. Maar waar ligt die dan eigenlijk? Er moet hier toch ergens iets liggen van een dode vent of een... iets van Soul Ambers of zo. Nee. Of verdwijnen die gewoon in het niets? Blijkbaar. Oké, Serana, kom. Op naar de volgende... Oh, er is... een... ik hoop een mistman. Geen mistman, maar een bone man. Het is een... oh, dat was snel. Wee! Poef. Rathman! Dat was het. Soul en baas. Dat was het. Niks speciaal hier. Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk. Oh. Ah, die zat hierboven en Serana heeft die gewoon vermoord. Of? Flinke Serana. Oh. Oh, godverdomme. Hij liet me schrikken, jong. Hij liet me schrikken. Oké, die kant op. Hierheen, hierheen iedereen. Deze kant op. Is dat hier? Oh, het is een heilige plaats. Oh nee, mistman. Oh, mistman zijn irritant, zeg. Oh. Oh, oh, oh. A2. Ja, sorry hoor, maar die health... oh, is dit wat ik denk dat het is? Ja, dat is het. Ik moet het terugbrengen. Dit is een grote steen en ik denk dat daarin... of nee, misschien ook niet. Nee, een van die keepers die zal wel ergens anders zitten. Oké, dan moeten we een beetje terug gaan, zeker. Hé, hey, niet waar? Wacht, nou een soulfish ha. Kampvuur, meneer. Jeep. Wat ben je aan het doen? Opus. Ja. Oh. Nee. Nee, ik heb niet van u gehoord. Een boek. Ja. Misschien korter. Nee. Solkaan. Ja, dat is dus... waarschijnlijk een Black Soul Gem. Oei. Your soul was trapped. Ja, you're dead. Uh-oh. Tja. Kan ik helpen? Nee. Ja. Misschien.
Ja, ik heb er al een paar. Hoeveel? Tien. Oké. Okay. Is goed.